Meiland is een ongekende hit. Zo'n zeldzame parel die niet ergens in een vergaderzaal in Hilversum is bedacht, maar pure oprechte reality. In het programma volgen we het wel en wee van de familie Meiland die in Frankrijk een oud kasteel verbouwt tot een bed and breakfast. Het château is inmiddels een charmant paleis geworden en in het nieuwe seizoen kunnen we meegenieten als de eerste gasten hun intrek nemen. En dat gaat natuurlijk volledig op zijn Meiland. Iedere gast wordt met dezelfde warmte en aandacht ontvangen. Te beginnen met de rondleiding. Nou, dit is dan de hal. Het originele behang dat zat ook hier, maar dat vond ik veel te veel en te druk. Dus dat heb ik eraf gehaald. Ik denk, dan maak ik dat lekker licht. Ja. Dit is de grote salon. Kijk, dit is weer een ander plafond met allemaal houtsnijwerken van muzici en dichters. Ja, mooi hè. Nou, dit is de gasttrap. Waar we ook helemaal van het hout, helemaal weg van. Dit is jullie kamer. Nou, en dan is kamer 3 jullie kamer, de Louise. En dit is dan jullie kamer. Het eten is om 19:30. Nou, tot zo. Joe. Als ik een gleuf zou hebben en je gooit er een kwartje in, dan ga ik weer. Huppakee, helemaal hetzelfde verhaal. Maar ja, weet je, ja, dat is leuk. Ja, dat moet toch. Die mensen willen toch ook wat weten over de historie. Dat is leuk, met een rondleiding. Martien, welkom. Je bent eventjes in Nederland. Normaal gesproken ben je ontzettend hard aan het werken in Château. Ja. Nu ben je eventjes in Nederland. Ja. Afgelopen maandag keken 1 miljoen mensen naar jullie. Ja. Hoe was het om op Schiphol te zijn? Hoe ging dat vandaag? Of nou ja, toen je kwam? Nou ja, weet je, het was natuurlijk. Wij leven in Frankrijk en je krijgt eigenlijk niks mee dat het zo leeft in Nederland. Dus inderdaad, ik kom op de airport. En dan moet je op zo'n lopende band van mind your step, mind your step. Nou, gelijk al een man achter me. Oh, je bent het. Wat ben jij ver van huis? En gelijk alweer zo'n selfie. Nou, daar begon het al mee op de lopende band. En was dat leuk? Nou ja, weet je, dat is wel leuk. Omdat die mensen zijn heel enthousiast. Ja, en weet iedereen je, is enthousiast. Dat, weet je, dan zeggen ze, we kijken elke maandag en wat is het leuk. En, dus dat is heel... Een soort warm welkom kun je eigenlijk warm wel welkom, zeggen. Ja. Kunnen ze jou wel missen in een château als je hier bent? Nee, natuurlijk niet. Maar ja, weet je, ja, nee. Want, weet je, dan zijn de gasten zijn teleurgesteld. Weet je, Martien is er niet. Dus gisteravond heb ik alweer helemaal 2 keer zitten facetimen. Weet je, dan zitten die mensen in de eetkamer. En dan gaat Maxine die facetimen. Omdat ze jou toch even willen zien. Weet ze je, hebben toch een recht op jou, Martien. Ja. Ze hebben recht op jou. Ja, weet je, en dan praat ik even met die mensen. Doe je dan de hele rondleiding via de FaceTime? Nee, want ik zit toch hier? Okay. Nee, dat kan niet, Peter. Het is een ongekend succes. Voelt dat als een beloning voor het harde werk? Want jullie hebben het in 100 dagen voor elkaar gekregen dat het zo mooi is geworden en bewoonbaar. Daar waren camera's voor een deel bij. Maar niemand heeft gezien dat er eigenlijk van 7 tot 8:30 iedere dag gebuffeld is. Ja. Voelt dat nu als een beloning voor dat harde werken? Nou ja, een beloning op het harde werken, ja. Nee, weet je, dat vergeet je ook weer heel snel. Het was inderdaad vreselijk natuurlijk. Ik was nog 59 kilo. En, 59 ja. kilo? Ja, meid, ik was zoveel afgevallen. Ja, weet je, dat zien mensen ook niet. Ja, wel, mensen zeggen nou wel van, oh, je ziet er beter uit dan toen. Weet je, dat is dan... Maar was je dan gestrest? Ik bedoel, anders ben je niet zo... Nee, door dat harde werken, in 100 dagen renoveren. Weet je, inderdaad, 6 uur ging de wekker en om 7 uur stond je op de trap. Nou, en om 8:30 dan ging het dicht uit, want ja. Had je op een gegeven moment, vergat je dan dat de camera's er waren? Want ze waren er natuurlijk niet de hele tijd. Nee. Nee, dan vergeet je echte camera's. Weet je, we hebben natuurlijk 13 jaar geleden meegemaakt met Ik Vertrek. Dus ja, weet je, nee, dan vergeet je dat helemaal. Het is natuurlijk heel anders dan een programma bijvoorbeeld presenteren. Je moet gewoon leven, je moet gewoon zijn. Ja, we doen gewoon ons ding. Ja. Nou ja, en die camera die volgt je. En er gebeuren inderdaad dan hele aparte dingen, wat gewoon zomaar gebeurt. Heb je dat ooit zelf ervaren als apart? Of is het pas nu dat je het ziet dat het opgenomen is, dat je denkt, goh, nee, dat is bijzonder. Ik had het toen gelijk al. Weet je, toen we daar aankwamen met die vrachtwagen, ook 1 februari, was het gelijk, dan denk ik, waarom regent het? Waarom is er zoveel modder? Nou, dan gaan die banden vastzitten, weet je, dan kan dat niet. Nou, dan denk ik, weet je, ja, nou, dat. Ja, en weet je, en, ja, nee, moet je daar eens, wacht even. En dan 3 weken geleden, dat is gewoon op een zondag, het had heel hard geregend, en dat komt nog in de serie, valt er gewoon een hele grote boom, valt gewoon zo uit die aarde over het pad waar die mensen heen en weer moeten, de gasten. Nou ja, hoe verzin je het? Niet. Nee. Maar die boom moest wel weg. Begrijp ik. Dat gaan we nog zien. Je refereerde er net zelf aan. 13 jaar geleden zaten jullie in Ik Vertrek. Ja. Legendarische televisie. Ook toen emigreerden jullie ook al naar Frankrijk om een bed and breakfast te beginnen. Dat was een heel groot succes. Ja. Maar na een tijdje kregen jullie heimwee naar Nederland en zijn jullie teruggekomen. Ja. Waarom neem je dan nog een keer het besluit om zo'n avontuur te beginnen opnieuw in het buitenland? Met wetende... Omdat je maar 1 keer leeft.
Je leeft maar één keer. En weet je, dat is gewoon een nieuw avontuur weer aangaan. Ik bedoel, je kan ook 40 jaar bij eenzelfde werkgever. Het is prima. Maar ik vind het leuk om zoveel mogelijk uit het leven te halen. En ik vind het Frankrijk een heerlijk land. En weet je, ik zou nooit een boerderij kopen. Mm-hmm. Weet je, een château, dat heeft iets sprookjesachtig. Weet je, ja, ik kan het niet uitleggen. En, kregen jullie heimwee weer terug naar Frankrijk, zeg maar? Want de eerste keer om weg te gaan uit Frankrijk was heimwee naar Nederland. Was het nu weer heimwee terug? Ja, eigenlijk wel. Ja, en ook om in zo'n prachtig ding te wonen. Weet je, en om mensen te entertainen, om te verwennen. Jullie zijn vol geboekt tot het einde van 2020. Ja!